Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdagavond. Dan is PEC Zwolle in de Goffert de tegenstander. Maar voordat we daar naartoe gaan, naar die wedstrijd, eerst maar eens even naar het nieuws van vandaag. Ja, Bart van Rooij vertrekt dus naar FC Twente. Dat werd gisteravond bekend. Hij zal later medische keuring ondergaan en gepresenteerd worden. Dat gaat wel rondkomen, dat moet wel goed komen. Ja, hoe is het dan voor een trainer als je hem al eigenlijk sinds de jeugd, de JO19, onder je hoede hebt? Ja, gistermiddag trainde hij nog mee. En vandaag hebben we hem niet meer gezien, maar dat is echt de voetballerij. En natuurlijk is het even gek, omdat hij ook al heel lang onderdeel is van het elftal en van de club. Alleen vanaf vanochtend ligt de focus weer op Zwolle. En zijn we weer bezig hoe we dat aan gaan vliegen. En dan gaat het weer verder. Ja, en dan zijn maatje, Dirk Proper. Sinds zijn jeugd spelen ze bij elkaar. En dat houdt nu op. Ja, klopt. Maar uiteindelijk weet je ook wel dat het op een gegeven moment aan zit te komen. En Bart en ik hebben het er veel over gehad. En natuurlijk voelt het wel gek. Ik had vandaag ook wel de eerste keer, dan kom je de kleedkamer in en dan... Dan kijk je naar een stoeltje en dan is het leeg. Dan zijn er ook niet meer. Maar ik heb het er al vaak met hem over gehad. En ik gun hem dit enorm. En ik denk ook uiteindelijk hoe Bart het heeft gedaan is precies hoe je eigenlijk wil. De hele jeugd doorlopen. Keihard gewerkt om NEC zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, promotie meegemaakt. Ook een grote rol in gespeeld. En... een mooie seizoen gehad in het eerste helft en daarna verkocht worden voor een transfersom. Dus ik denk voor Bart perfect en een mooie stap. Dus ik denk dat iedereen daar blij mee mag zijn. Weer een plekje wat dan in de komende, wat is het, nog iets meer als een week ingevuld moet worden? Klopt, volgens mij nog een dag of 9. Dus het is natuurlijk geen verrassing dat er interesse was voor Bart. Dus daar zijn we ook wel mee bezig. Dus dat zal de komende weken moeten blijken. Toch is het erg rustig. Hè? Die spits wil ook nog maar niet komen. Begin jij je daar al een beetje zorgen over te maken? Of heb je wel eens tegen Carlos... Wanneer komt hij nou? Nee, wij spreken er dagelijks over. En dat het rustig is, betekent niet dat er niks gebeurt. Hè? Er komt niet veel naar buiten. Dat is denk ik wat anders dan rustig. Dus wij zijn er druk mee bezig. En wat jij zegt, we hebben nog een dag of 9. En dan zal dat aangevuld moeten zijn. Je zegt ook gewoon, je hebt er nog alle vertrouwen in dat dan ook gewoon gebeurd is. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dan naar de wedstrijd van komende zaterdag hier in de Goffert. Een wedstrijd tegen PEC Zwolle, die ook een teken gaat staan van het eerbetoon aan Roy Meijers. Een van de oprichters van de E-Site is overleden. In de 12e minuut wordt er gevraagd om met z'n allen voor een groot applaus. Dat gaan we natuurlijk zeker doen in die wedstrijd tegen PEC. Het wordt tijd, Dirk, voor punten. Ja, zeker. PEC Zwolle thuis, dus wij gaan er alles aan doen om die punten te pakken. Ja. Ja, waar hebben jullie vooral deze weken bij stilgestaan na die wedstrijd van de AZ? Ja, ook het spel aan de bal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer meer kansen kunnen creëren? Ik denk dat we daarmee bezig zijn geweest. En vooral ook met de focus op PEC. Waar liggen hun zwaktes en hoe kunnen wij dat het beste uitspelen? Dus daar zijn we druk mee bezig geweest. Afgelopen keer bij AZ bleek dat ook de opbouw wat lastig is. Ga je daar misschien nu ook een andere keuze in maken? Bijvoorbeeld om Kelvin van Donk wat centraal neer te zetten? Dat zou kunnen dat in sommige momenten net iets anders staat. Maar dat hangt ook van de tegenstander af. Hoeveel tijd krijg je om op te bouwen? AZ gaf ons heel weinig tijd om op te bouwen. Dan moesten we een aantal keren lang spelen. We hebben Koki nu erbij, die zal ook spelen. Hè, dus dat geeft ook al een ander beeld, zeker voorin. Van daaruit hebben we deze week ook getraind op de dingen die verbeterd moeten worden. En dat zullen we morgen kunnen laten zien. En dan zagen we op het trainingsveld dat niet iedereen erbij is, trainer Rogier Meijer. Klopt, Lars en Sammy zijn geblesseerd. Die zijn allebei in de training geblesseerd geraakt deze week. Philip is er nog niet bij en Bart is weg. Dus dan mis je er eigenlijk 3, omdat Philip ook nog niet heeft meegedaan ten opzichte van vorige week. De opstelling morgen, sommige dingen kun je gewoon gaan invullen natuurlijk. Met Bart weg, daar gaat Pereira gewoon spelen. Koki speelt gewoon weer in de spits. Dan kun je voorin met Robert of Sano nog wat op 10. De vraag is, start Zoontje Hansen of komt hij later er pas in? Het is een wedstrijd misschien wel eens om wat te laten zien. Creativiteit voorin, snelheid voorin. Dat moet die 3 punten morgen gaan pakken. En dan nu nog 1 keer, Bart van Rooij. Beste NEC'ers, welkom bij de nieuwe NEC-update. Beste NEC'ers, welkom bij deze speciale editie van de NEC-update. Ik denk dat morgen de perfecte wedstrijd is om te laten zien wie de nummer 1 van Gelderland is. Even opnieuw. Ik vind wel dat we er iets leuks van moeten maken, want zo'n weddenschap is niet fijn om te verliezen. Maar moeten we iets leuks van maken? Oh.
Godverdomme, Mees. We gaan hem winnen, Bart. We gaan hem winnen. Zullen we een weddenschapje op afsluiten? Ja, zeg maar. Afgelopen, ja. Mijn vriendin was jarig, dus dan moet je even... Ziet, dus ben je er wel even geweest. Of... Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag nog een keer wil winnen van Vitesse. Maar niet uit of het in de Gelderdoom is of hier in de Goffer. Winnen je, dan ga ik je voetbalschoenen poetsen. Ja, maar ik heb wel meer dan één paar, dus dan... Laten we dat gaan doen morgen. Succes. Vind ik een goed idee. Spreek ik je daarna, jongen. Bart, bedankt.